dat is hem. Post van het Koninklijk Huis. Zeer geachte mevrouw. Hierbij nodig ik u uit voor een lunch met Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin op Paleis Noordeinde te Schravenhagen. Ja, en we zijn nu de Maxima zwaai aan het oefenen, hè? Ja. School 7 in Den Helder heeft al een topjaar achter de rug. De BIEB werd verkozen tot beste in de wereld. Als kroon op het werk lag er ineens, tot schrik van de secretaresse, een koninklijke invitatie op de mat. En opeens zag ze deze brief van de dienst Koninklijk Huis ertussen zitten. En ze maakte hem open en ze begon zo hard te gillen. Helaas kan niet iedereen van de BIEB mee naar Paleis Noordeinde. Directeur Jacinta Krimp heeft de eer om af te reizen naar de Hofstad. Ja, ik weet wat ik aan ga trekken. Het hangt hier aan de kapstok. Zoals vele van mijn collega's daar hun bedrijfskleding hebben hangen. Ook ik heb een hele mooie jurk, speciaal voor ons ontworpen met een bijpassende sjaal. Ons bibliotheeklogo erop. En daar komen mooie kousen bij en mooie zwarte lakschoenen. En dan ben ik helemaal klaar voor de lunch met de koning en de koningin. De uitblinkerslunch van vrijdag valt op de verjaardag van prinses Amalia. En ja, dan kun je natuurlijk niet met lege handen aankomen. Nou, ik heb eens even wat navraag gedaan bij wat collega's. En die kwamen al heel snel met een Nederlandse schrijfster aan. En dit is een eerste deel van een trilogie. Een lekkere dikke pil. En ik denk dat dit heel erg goed bij haar past. Wordt een hele mooie dag als ik het zo hoor. Ja, ik weet het zeker. Ja, de beste bibliotheek van de wereld.